Ons plastic probleem staat op de agenda. Lokaal, nationaal en in Europa. Maar iedereen die doet alsof het makkelijk op te lossen is met beter recyclen of meer bioplastic, die vertelt maar de helft van het verhaal. Dit is het verhaal achter de plastic lobby. We maken zoveel nuttige dingen van plastic. Maar plastic is ook een enorme bron van vervuiling. Iedereen weet dat we moeten minderen met het gebruik ervan. Dat is beter voor het milieu en voor het klimaat. En gelukkig willen veel mensen er iets aan doen. En toch blijven we steeds meer plastic produceren en gebruiken. Ondanks alle mooie woorden investeert de industrie nog volop in traditionele vervuilende productietechnieken. Het is tijd om dat te veranderen. Ik bespreek de oplossingen die wel echt werken en niet alleen het imago van de industrie oppoetsen. Maar eerst de feiten op een rij. Een groot deel van het plastic dat we gebruiken kunnen we recyclen. En toch wordt het overgrote deel verbrand of gestort. Ook komt er heel veel plastic in ons milieu terecht. De oceanen zitten er letterlijk vol mee. Ook Europees plastic komt in zee terecht. Soms per ongeluk, soms expres. Al dat zwerfafval breekt langzaam af tot hele kleine deeltjes die honderden jaar blijven rondzwerven en die komen overal terecht, uiteindelijk ook in ons voedsel. Plastic wordt gemaakt van olie. De fossiele grondstof waar we juist vanaf willen om klimaatverandering te voorkomen. 90% van het plastic wordt gemaakt met verse olie. Dit is 6% van de wereldwijde olieconsumptie. Maar als we niks doen, stijgt dat naar 20%. De olie wordt verwerkt tot kleine bolletjes die kunnen worden omgesmolten tot allerlei producten. De productie van deze plastic pellets is erg energieintensief en ook nog eens erg vervuilend. Daarnaast zijn de pellets zo klein dat ze gemakkelijk in het milieu terechtkomen. Naast olie bestaat plastic ook uit allerlei chemische stoffen om het te kunnen verwerken tot producten. Bij een aantal van die stoffen bestaan ernstige zorgen over het effect op mens en milieu. Nu denk je misschien, maar in Nederland zijn we toch hartstikke goed bezig met het recyclen van plastic? Nou, het geeft misschien een goed gevoel, maar het is verre van genoeg. Goed inzamelen is lastig, het plastic is te vuil of helemaal niet recyclebaar en sommige plastic is vervuild met stoffen die slecht zijn voor mens en milieu, dat wil je juist helemaal niet recyclen. Op dit moment vult gerecycled plastic slechts 6% van de totale Europese vraag naar plastic. Daarnaast slijt plastic tijdens het hergebruik. Die kleine deeltjes die van plastic afslijten komen dan weer in het milieu terecht. Met alleen recyclen gaan we het dus niet redden. Ha, maar tegenwoordig kunnen we toch uit biomassa plastic maken? Daarmee is alles opgelost. Nou nee. Bioplastic is een prima alternatief voor plastic met een lange levensduur. Maar we moeten ons ook wel realiseren dat ook duurzame biomassa een schaars goed is. De productie van bioplastic mag niet ten koste gaan van voedselproductie en biodiversiteit. En belangrijk om te weten, is bioplastic helaas niet hetzelfde als biologisch afbreekbaar plastic. We blijven dus nog steeds met het probleem van afval in de natuur. En het is dus geen oplossing voor de plastic soep. Dus, bioplastic hebben we nodig, maar we moeten vooral zorgen dat we het zuinig gebruiken. Want alleen dan hebben we minder kans op zwerfafval en andere vormen van vervuiling. En gebruiken we minder energie en hebben we minder grondstoffen nodig voor de productie van plastic. We moeten dus vooral het onnodig gebruik van plastic tegengaan. Maar daar voelt de industrie nog weinig voor. Zij stimuleren het liefst recycling en bioplastic, want zo kunnen ze blijven produceren. Die lakse instelling moeten we aanpakken. En daarom moet de politiek de handen uit de mouwen steken. We moeten de verspilling van plastic tegengaan. En dat kan, want in veel gevallen kunnen we af met veel minder plastic. Als het aan ons ligt, komt er een belasting op plastic om efficiënt gebruik te stimuleren. Zo maken we onnodig plastic gebruik onaantrekkelijker en steunen we innovatie. Een product waar geen plastic of goed gerecycled plastic in zit, wordt dan een stuk goedkoper dan hetzelfde product van nieuw plastic. We stellen strengere eisen aan het ontwerp van de producten die op de markt komen. Plastic producten moeten lang bruikbaar zijn, daar waar mogelijk repareerbaar en gemakkelijk recyclebaar of zelfs herbruikbaar.
ook als we minder verspilling en beter ontwerp hebben geregeld, is er nog steeds veel plastic in omloop. En we zullen best nog nieuw Leaves Bio-plastic moeten produceren. Daar is op zich niks mis mee, want we kunnen heel veel nuttige dingen met plastic. Maar we moeten het wel heel goed gaan managen, zodat het niet in het milieu terechtkomt en zodat we zo hoog mogelijke recyclingpercentages halen. Dat betekent bijvoorbeeld zo snel mogelijk uitbreiden van statiegeld op alle daarvoor geschikte verpakkingen. Maar het gaat verder. De overheid moet ervoor zorgen dat we de juiste infrastructuur krijgen om alle soorten plastic zoveel mogelijk in te zamelen. Het moet makkelijk en vanzelfsprekend worden voor producenten, detailhandelaren, gemeenten en consumenten om goed om te gaan met gebruikt plastic. Alleen als we op al deze drie terreinen echt stappen zetten, doen we ook echt wat aan ons plasticprobleem. Waar anderen twijfelen om door te pakken, willen wij echt aan de slag. Doe je mee? Meld je aan en we houden je op de hoogte van ons werk.